hij wel gesaved. Oké. Okay. Camera erop. Patrick. Ja. Hij, ja. Hangen die slingers zo goed of moeten hier nog een beetje in de zijkant? Waar is de microfoon? Oh, deze. Wacht. Hé? Wacht even. Wat gaan we doen? Oh, we gaan dit ook filmen, hè? Deze is voor Ismael. Ja. Ik heb een vierde microfoon erbij gepakt. Een nieuwe podcast. Moeten er nog een paar die M&M's? Of staan die niet in beeld? Ik kan mijn bril net zo goed afdoen, hè? Oh. Ik vind het wel bijpas. Wat, die bril? Ja. Kijk, dat is een kans, toch? Nou, oh, ga zitten. Wat een lekkernij allemaal op tafel. Hey, Ismael. Is het wat? Kunnen we het zien? Gefeliciteerd, Paul. Dankjewel. Voor de zoveelste keer. Met je 41ste. 41. Mijlpaal. Wauw. Kus. Nee, niet zingen. Nee. Dat vind ik altijd het ergste met een verjaardag is als mensen voor je gaan zingen. Nee, ja, dat hoeft ook dan niet. Dan denkt iedereen, oh, ik sta in de belangstelling. Nee. Hey. Ja, ballonnen. Ik ook. Zo. We hebben nog meer ballonnen. Ik blaas ze nog wel even op. Oh, Jacqueline gaat blazen. Zip. Gelukkig, het niveau gaat gewoon. Nee, ja, ik blijf gewoon mezelf. Nou, wel eventjes hier liggen. Zo. Dit moet je zien. Ismael, ik vind het leuk dat je hier naartoe komt vanuit Groningen helemaal. Ik vind het ook leuk om te zijn, Paul. En dat je dan ook nog eens al je camera-spullen meeneemt. Jullie kunnen dat niet zien, maar hij heeft echt heel veel equipment bij zich. Ik heb mee alleen een camera en een lampje. Ik vind het hartstikke veel, jij niet. Ik vind dat jij heel veel spul hebt. Ik sta te kijken van de enorme hoeveelheid microfoons. Weet je wie er nooit veel spullen bij zich had? Nou? Patrick Kikken. Als die ging draaien, dan kwam die aan in zijn BMW. Dan ging die achterklep open. Met één grote tyfuszooi aan cd's. Ja, limbo stok. Dan pakte die daar de tas van de Lidl. Dan gooide die de cd's daarin. En dan liep die zo in zijn iets te gele kleine t-shirt. Zo, en dan zei hij, zo, handjes in de lucht. Ja, dan had ik kon ik even kuurtjes sturen voor 2000 euro. Hé, hey, bam. Dat was pas... En mijn Patrick, doe je nog steeds cd's? Wat? Doe je nog steeds cd's? Of je nog steeds cd's? Je hebt een microfoon. Ja, nee, ik doe alleen nog maar AB's. Gelijk. Of je nog steeds cd's doet? Nee, ik doe nog alleen nog maar AB's. Oh, oké. Okay. Ik denk om de luisteraars vast te houden dat iets non-duaals moet gaan zeggen. Nu, heel snel, op dit nu. Punt. Ja, is wel. Zijn er vragen? Nou ja. Non-dualiteit. Ja, nee, vertel eens. Ja, hoe zou jij dat uitleggen? Laten we even naar de basis. Ja, ik begin daar eigenlijk al nooit aan. Dus als iemand mij dat vraagt, dan verwijs ik naar jullie. Dat is heel makkelijk. Ja, ga naar de podcast luisteren, dan zien ze dit. Ja, nee, maar dan naar het eerste seizoen. Ja. Of tweede seizoen mag ook nog. En ik kan verwijzen naar allesoverniets.nl en naar waarheid.com. En ondertussen zit Patrick hier met nepborsten voor de mensen die niet naar de beeldversie kijken. Dan kan ik eindelijk een keer op mijn eigen borsten wrijven. Dus, dat. Nee, sorry, ik neem je wel serieus. Nee, oh nee, dat hoeft helemaal niet. Ik ben onmogelijk. Daar ben ik gisteravond door achtergekomen. Oh, toen pas. Ik heb gisteravond door iemand via WhatsApp uitgemaakt voor egoïstische zak. Toen dacht ik, ja, volgens mij heeft ze toch wel een punt. Wie was dat? Daar kan ik helaas niet in gaan. We kunnen geen namen noemen. Nee, maar ja, nee, dat is even interessant. Ho. Want dat bedacht ik me op weg hier naartoe. Dacht ik, ja, je kan mij wel egoïstisch noemen, maar ik verdiep je eens in iemand. Waarom? Ik denk dat je namelijk egoïstisch wordt op het moment dat je of gekwetst bent, of het je te veel wordt. Dan schiet je vanzelf in die beschermingslaag, in dat ego, in die persoon. Hoe denken jullie daarover? Het kan twee dingen zijn. Als jij echt een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt, niet dat jij die hebt, nou, maar kan. Mensen die dat hebben, zijn van nature gewoon altijd met zichzelf bezig. Of mensen met heel veel testosteron, dat is wat stofje doet. Aan de andere kant is het wat je net ook zei. Kijk, als je dan gaat samenwonen en je voelt dat je iedere keer eigenlijk te veel concessies aan het doen bent, wat niet lukt, mm-hmm. Ja, dan krijg je een tegenreactie waarbij je opeens voor jezelf gaat kiezen. Ja. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. En ik heb ook wel eens ergens gelezen, het is ego wat ander ego herkent. Dus met andere woorden, op het moment dat ik jou egoïstisch noem, komt dat alleen maar omdat ik dat bij mezelf herken, dat ik zelf ook egoïstisch ben. Nou ja, ik denk dat dat in heel veel gevallen alleen maar projectie is. Hè? Dus je hebt eigenlijk iets zelf en dus herken je dat bij een ander, omdat je daar met jezelf mee bezig bent. Ja, en dan geef je die ander de schuld. Maar het begint
vaak bij een beschadiging in jezelf of een verlangen wat je zelf hebt. Nu zit je er wat fijner bij, hè? Ja, ik heb even een hokkertje erbij gepakt. Ja. Okay. Hokkertje? Ja, dat noem je toch zo? Ik vind dat je er echt prachtig uitziet. Hokkertje. Ik verstoor het hele verhaal. Je zit zo mooi in het verhaal. Nee hoor, dat was afgerond. Jacqueline voelt zich genegeerd. Ho, ho. Kun je inderdaad even wat... genegeerd, maar... Kun je even wat over je benen inleggen, ja. Je zag me ook steeds kijken. Ziet er ook heel mooi uit. Eerst mijn shot in. Ah, ik vind het een mooi shot. Ja. Nou ja, het is gewoon een totaaltje van mensen. Die vlaggetjes ook. Ik ga even terug naar Patrick, want dan ging het ook iets van de moet iets dichterbij. Oh, sorry, ik moet iets dichterbij praten. Kijk, wat je zegt over het ego is natuurlijk wel zo. Je herkent alleen iets wat iemand anders bij jou oproept, wat je zelf ook hebt. Maar is dat niet ook een beetje hoe het met alles werkt? Hoe kan je anders iets moois herkennen, omdat je zelf ook iets moois kan zien of doen of maken? Of zou een beetje saai zijn, zeg maar, als het niet zo werkt. Dus ik vroeg me eigenlijk even af wat dan jouw gedachte daarover was uiteindelijk. Stel ik zeg tegen jou, jezus, ben je toch egoïstisch? Ja? Ja, dan zegt dat dus dat ik dat bij mezelf herken. Ja, dan zeg je, ik ervaar dat bij jou. Ja. Ja, maar het is mijn egoïsme dus wat opspeelt. Ik kan je ook zo niet voor. Ja, dat is mijn huis zelf niet eens meer door. Heeft dit ook een tape op? Voel hier. Ja, dat is het. Ik haal hem even weg. Dat natuurlijk. Ja. Zo, jongens. Patrick haalt nu de ballonnen uit zijn hoodie. Nee, voor de luisteraar. Nee, serieus. Even centraal. Ja, we lachen het weg, hè. Maar ja. Waar vind je jezelf dan serieus, Patrick? Erg genoeg allemaal. Hè? Vind je jezelf egocentrisch? Ja, ik weet het niet meer. Ik denk op een gegeven moment word je zo... Dit wordt een soort levenshouding, hè? Mensen uit de buurt houden, pijn vermijden. Ik kwam er gisteren ook achter dat de reden dat ik mezelf zo afmat... is ook om gewoon maar niet te hoeven voelen. Dat is ook een beroemd mechanisme bij mij. Maar door blijven gaan, Wat er natuurlijk wel in zit, van hoe ik voel enigszins die leegte opkomen... Ja, dan ga je inderdaad 50 websites beginnen of naar de Action. Ja. Dat is, en daar hebben we allemaal een handje van. Hè? Ik ga natuurlijk ook weer nieuwe boeken schrijven dan. Maar ja, Louis C.K. die zei dat een keer mooi in dat interview. Die zei, ja, dan zit je in de auto en dan voel je die leegte weer opkomen. En dan is het, telefoon. En dan... opvulling. Vullen. Ja. Ja, hij zei, dat deed ik één keer niet. En toen ging ik op de parkeerplaats keihard janken. Want ja, dan komt het. Ja. Het is allemaal vermijding, hè? Maar ja, wat ben je aan het vermijden? Gesprekken met jezelf in je hoofd? Of doe ik het allemaal wel goed? Is dit het nou? Dat soort dingen. Maar waarom zou je die niet aangaan? Nou ja, ik ga ze ook wel gewoon wel aan. Ja, dat, bij mij gebeurt dat wel gewoon. Ja. Maar wat gebeurt er dan als je dat doet? Ja... ga ik inderdaad toch weer Netflix kijken. Ja. Of, ja. Ik kan net zeggen, wat is dit voor een verjaardag, man? Ik bedoel... Oh ja, begon zo leuk met het begonnen. Ja. Nee, maar jij begon. Oh, ik begon. Ja. Ik ben een beetje kwetsbaar vogeltje. Ja, nee, maar... Komt je steppen ook... nu ook die ballonnen allemaal op je om je een beetje een soort van hebben. Beschermkokonnetje. Het heeft ook met de zomer- en wintertijd te maken. Dat doet mij nooit goed. Een uur van slag. Dat doet mij nooit goed. Nee. Zo. Hè? Voel ik me een beetje beschermd. Lekker, ik maak een foto van je. Ik prik me maar lek. Hé, maar cadeaus, die kun je nu laten zien, hè, aan de kijker. Wat je allemaal gekregen hebt. Ja, maar dat heb ik net daar kom je niet bij, heb jouw gitaarstandaard gehad. En wat heb je van Jacqueline nog een? Heb jij hem nog iets tastbaars gegeven? Nou, dat was dit. Oh, lief. Dit is beleving. Ik dacht, je kan wel spullen kopen. Maar je kan je hele leven nog spullen aan elkaar geven. Zoals zelfgebreide. Nee, eerst begin je met sokken. En dan als je 50 jaar later bent, dan ga je zelfgebreide sokken geven. Ik dacht, laten we daar nog niet aan meedoen. Nee, het was niet eens zo. Het was niet eens bedacht. Ik voelde gewoon ineens... We gaan gewoon iets doen, iets organiseren. Ja. Dat is het leukste cadeau, denk ik. En dan houden we er nog wij een podcast over. Als mens veel gelukkiger van ervaringen dan van spullen. Is dat zo? Dus geef iemand een ervaring, dan heb je meer aan. En Jacqueline, heb jij nog een zus? Ja, een oudere zus. Oudere zus? Die is al helemaal gezetteld en alles zeker. Oh, kijk. Nee. Die is wel, die staat wel open voor een leuke relatie. Waar woont zij? In Haarlem. Anders met de auto. Met de auto zocht. Ben je geïnteresseerd? Dan kom je de auto nooit kwijt, toch? Bij haar wel. Want ze in Hofje.
Er is een hofje vlakbij. Oh. Maar wil je graag met haar uit? Is dit een vraag? Nou, uit. Ik wil best een keer met haar praten, maar... Ze heeft mij net nog gebeld. Misschien kunnen we een keer dubbel daten. Met z'n vieren. Okay. Maar dan wel zeggen dat ik niks... Ik ben nergens naar op zoek. Echt niet. Ik wil gewoon mezelf zijn. Nee, maar ze is wel een beetje net zo gek als jij. Ja? Dus dat zou wel passen. Zou dat passen? Ja, het is een hele Heeft zij kinderen? Nee. Nee? Hoe oud is ze dan? Ik zie jou inderdaad, Paul, wel van... Oh, dit is inderdaad wel een serieus... Nou, nee. Nee, ik denk dat zij elkaar helemaal gek maken. Denk hoe oud is ze? Ja, ze wordt 35 nu. Hey. Maar als ze dit ziet, dan denk ik zo met die kinderen achterop. Ja, dan is het inderdaad wel klaar. Nou, ja. En ja. Dan weet je niet wat je mist. Hoe heet ze? Joyce. Geen naam. Joyce, dan weet je gewoon niet wat je mist. Geen naam, hè? Toch? Oh, nee, maar dit vind ik niet oké. Nee? Je hebt het over mijn zus. Dit was niet richting je zus. Oké. Dit was voor de kijker gewoon. Dit is toch leuk? Hey, zeg eens wat ik leuks. Vind het toch jammer dat je niet in de politiek bent terechtgekomen. Zo dat je ook in de Tweede Kamer staat. Zo. Hey. Hey, Rutte. Hey. Nee, serieus. Koek, koek. Ismael, zullen wij de auto gaan wassen of zo? Oh, vind je niet meer leuk? Jawel. Okay. Maar het is een beetje, altijd als jullie daar zo beginnen, dan zie je Ismael, die heeft dan een beetje dezelfde emoties die opploppen als ik. Van, Nee, ik zat niet in van, hoe zal ik eens, moet ik die camera niet eens checken? Dat ga ik wel gewoon doen ook. Oké, dit was, we hebben een grens bereikt dus. Nee. We gaan niet elkaars familie beledigen. Het is toch, als ze met z'n tweeën zijn, dan is niemand die aangeeft van, jongens, dit kan echt niet. Dat is ook eens goed, dan weten we een beetje waar de grens ligt. Dat is goed, want van de luisteraars, die durven dat niet te zeggen. Ik ga de vragen erbij pakken. Oké. Dat is leuk als Ismael en Jacqueline die dan beantwoorden. Ja? Ja, want wij praten er toch steeds over. Mijn iPhone is vol. Oh. Dat is irritant. Ik moet eerst even wat wissen voordat we bij de vragen kunnen komen. Het kan natuurlijk ook op de andere telefoon. Hoeveel telefoons heb jij, Paul? Gewoon één, zoals normaal. Dat is niet waar. Je had een BlackBerry, had iPhone. Toen ik het management van Guido deed, toen had ik ook F2. Oké. Mensen lopen ook gewoon weg. Dat zijn we ook niet gewend. In de podcast, lopen mensen weg. Normaal als je iemand interviewt, die is helemaal onder de indruk van... Oh, ik word geïnterviewd. Ja. Deze mensen kennen ons al wat langer dan vandaag. Dus? Ja, die nemen ons niet meer heel serieus. Nee. Wat vrij wijs is. Met de vragen, Patrick. Ja, het lukt nog niet zo. Nee. Zal ik ze pakken op mijn laptop? Heb jij? Ja, ik gooi ze in een mapje dan, hè. Ja, maar dan loop je ook weer het beeld uit. Het kan toch allemaal niet? Oh, dit is een verjaardag. Ja. Het kan. Wacht. Kan. Even kijken. Wel integraal online zitten, hè. Niks knippen, hè. Ik doe niks. Hij loopt gewoon. Oh ja. Toch nog? Ja. Als je bij de file we transfert, zet ik hem op het kanaal. Paals verjaardagsfeest. Dit is het. Ik vind het shot vind ik wel hartstikke leuk. Hebben we wel kleur of is dat? Ja, dat ga ik nog kleur corrigeren. Ja. Oh, jij maakt er een feest van. Log. Log. Log cinema log. Oh cool. Ismael, wil jij hem voorlezen? Zeker. Monique. Monique uit Helmond. Ik luister sinds een week jullie podcast. Dit is van 12 maart. Mailt ze dit. Ik kan me helemaal vinden in wat jullie zeggen, maar. Nu zit ik met de volgende vraag. Ik heb nu een discussie met iemand. Nu merk ik dat ik twee keuzes / dingen kan doen. Of ik vertel hoe ik het zie en ik laat mijn boosheid zien. Of ik toon compassie en laat mijn boosheid achterwegen. Dan heb je toch een keuze. En dan zijn de uitkomsten toch anders. Want als ik boos word, is de kans... dat ze het contact verbreekt, aanwezig. Vooral die Ik heb niet geluisterd, dus... Nee, Jacqueline, geef jij eens antwoord. Ja, echt niet. Ja, Monique zegt dus, ik heb een keuze. En in die zin, zoals zij het stelt, heeft ze die natuurlijk ook. Hè? Het voelt alsof je die keuze hebt. Maar ergens heb je hem niet. Want op het moment dat je de compassie toont en je boosheid achterwege laat... hadden wij toevallig gisteren nog een mooi gesprek over. Die boosheid blijft wel zitten. Dus ook al of die wel een doel dient of niet, die komt er een keer uit op de een of andere manier. En waarschijnlijk ook in het contact met die ander, maar dan later. Dus het idee dat je dan dus iets voorkomt in het contact, wat een ruis veroorzaakt...
is meer een soort van uitstel. Dus en ja, je kan vertellen hoe je iets ziet. En wat die ander er dan mee doet, dat is aan die ander. Maar ik geloof er niet heel erg in dat je een heel verhaal ervan moet maken. Nee. Ik ben altijd wel een beetje van overtuigd van iedereen mag zijn zegje doen. En wat die ander daarvan vindt of mee doet, ja, dat is dan weer aan die ander. En in de energie die je samen hebt, hoe dat dan loopt. Maar ja, het hele idee dat je dan dingen moet binnenhouden, ik zou het persoonlijk nogal benauwd van krijgen. Dus ik, ja, nou, ik denk, Monique, dat je gewoon even moet voelen in Helmond hoe het voelt. Ja, nu is dat in Helmond wel lastig. Zeggen hè? Wat je. Gewoon even bij Robert van den Broek langs. Bij Robert, ja. Je kan gewoon even Robert bellen. Nee, maar ik zou zeggen, probeer het eens om er niet over na te denken en gewoon te doen wat je vanzelfsprekend dus doet eigenlijk. Jouw zus heeft wel mooie krullen. Dank je. Je hebt er gewoon even zal het aan het doorgeven. Ja. Facebooked. Mooie mond ook. Maar ze is ook heel mooi. Ja. Zwart-wit foto. Oh, nog meer foto's. Zit eerst het donker haar en hier lichter haar. Ja. Ik denk wel een beetje dat het jouw type is. Mijn type? Hoe weet je nou wat mijn type is? Nou ja. Ik wil een vrouwelijke Paul Smit. Dat zou mijn type zijn. Dat zou ik leuk vinden. Wel, het is wel... Die net zo hard om je scheet te laten. Veel selfies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selfies. Je zit hier in de profielfoto stream te kijken. Maar ze is fotograaf. Ja, en ze heeft ook een, zit op de academie waar ze ook verschillende opdrachten moeten doen. Ja. Die je ook moet maken van jezelf om daar iets mee te maken. Deal. Dus maar dan kan je altijd even kijken. www.joyschoverde.com. Oh, ze heeft ook een website. Ja. Cool. Hey, je bent bevriend met haar. Je doet net alsof je haar niet kent. Hier, één gemeenschappelijk vriend, Ismael Lots, met hoedje. Hier, kijk mensen. Met hier. En Ismael heeft gewoon een bewegende profielfoto. Als een van de weinigen. Ja, Ismael, wil je de volgende vraag voorlezen? Met alle soorten van genoegen. Deze komt van Job. En dat was op 6 maart. Ik weet niet of ik dat erbij moet zeggen. Hi Patrick. Hoi. Heb geen vraag of onderwerp wat al niet te sprake is geweest in je podcast... Waarom spreekt hij alleen jou aan, die man? Enige wat ik wil zeggen is keep on going, uitroepteken. In mijn geval zocht in naar antwoorden, ik moet dat zijn denk ik, waarom dingen gaan zoals ze gaan. Heel de riedel doorgemaakt van Eckhart Tolle tot aan whatever. Van niets naar ondernemen met geld zonder er iets voor gedaan te hebben, qua orders enzovoort. Mm-hmm. Maar dit karakter heeft het toch gefixt zonder moeite. Toen sportuitdagingen gezocht en gehaald, weer hetzelfde verhaal. Het lijkt zo'n oneerlijke flow, maar toch weer niet. Snappen in elk geval geen bal van, daarom je kanaal is awesome. Best Job. Ons kanaal, hè? Ho-ho. Nou, hij zegt jouw kanaal. Het is gewoon een heel groot compliment. Hoi Patrick, het is allemaal aan jou gericht. Nou, ik vind het wel dus heel erg leuk. Jullie krijgen best wel veel complimenten. Vind ik wel heel mooi. En het is heel makkelijk om ergens naar te luisteren. Patrick ook af en dan niks te sturen. En niks te doen, nooit iets te liken, maar wel er heel erg van te genieten. Is waar. Het is wel leuk. Ik vind het leuk. Dankjewel, Job. Ja, Job. Een reactie op een YouTube-filmpje. Wat een mooie quote van Plato. Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen verminderen, maar zijn hebzucht verminderen. Mooi, hè? Nee, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen. Ja, hè? Ja, dat is toch mooi. Ja. Even kijken, wat hadden we nog meer? Hallo, nog een dingetje. Jullie kunnen ook op onze Facebookpagina de Lila School Amsterdam. Allerlei. Nee, het is mijn verjaardag. Allerlei info vinden. Nou ja, ik kan deze niet voorlezen. Even kijken. Dat is een lang. Ja, die moet jij maar even doen. Nee, dat is te lang. Nee, dat is te lang. Jij leest sneller. Doe maar even. Oh, hey Patrick, ik zit net in het interview te kijken dat Paul met jou heeft gehad gisteren, geloof ik, online is het wat leuk om nu eens beeld bij jouw stem te hebben. Want ik moet bekennen, voor mij was het, wie is Patrick Kikker? Ik kijk nu een halfjaartje bijna dagelijks jouw interviews. Kijk, hier haak ik al af, jouw interviews zonder W. Ja, ik snap het. Ja, dat... ja. Ja, maar ze komen wel stapje voor stapje achter dat je radio-dj bent, ja, ooit. Nee, ik ken deze mail. Ik ga hem helemaal niet voorlezen. Het zijn 3 jaar, ontdekkingsreis. Liefdevolle groetjes, Charissa. Charissa Wiegers. Heb ik inmiddels contact mee via Facebook. Okay. Om over non-dualiteit te praten. Dat is een vraag die we nog gaan beantwoorden. Nee, heel veel mensen hebben geen vragen. Die sturen nog een bericht. Dat vind ik echt leuk. Om te zien van... Nee, maar ik ben wel benieuwd wat dan bijvoorbeeld de top 10 van de meest gestelde vragen is op dit moment. Adolf Hitler, 1. Verantwoordelijkheid. Dat vind ik te makkelijk. Mensen moeten een keer met een andere vraag komen. Hè? Zodat je weer even een mooi gesprek erover kan hebben met elkaar. Lees jij even deze op? We zijn verveeld. Dit is een mail van
Nayana. En die heeft zij gestuurd op 27 februari, sorry. Lieve Paul en Patrick, met uitroepteken. Dit soort dus, hè. Bedankt voor jullie mooie gesprekken over niets. Ik ken jullie nu zo'n 2 jaar. En wat zijn jullie vertrouwd geworden? Elke avond kies ik random een podcast en val ik met jullie in mijn oor in slaap. Oh. Ik weet hoe het voelt zo. Ja, lekker. Is lekker, hè? Ja. Zo heb ik een aantal keer met jullie in het Wok-restaurant gezeten of in de auto met een paniekerige Patrick achter het stuur. Ja, verschrikkelijk. Jullie vertrouwde stemmen waren bij me toen ik een paar nachtjes in het ziekenhuis lag. Oh. Patrick, dank je wel voor al je mooie interviews. Ik heb er veel wijsheid uit mogen halen. En ik hoop dat het leven jullie nog even zo door laat gaan. Met een hele grote smiley. Liefs naar Jana. Nou, dat is nou, toch dat super, is echt leuk. Super lief. Dat vind ik leuk. Als iemand in het ziekenhuis ligt op dat soort nare momenten. Dat je dan toch luistert. Wat zie je hierin, Paul? Ik zie hier iemand van middelbare leeftijd. Die geestelijk nog niet het niveau is ontstegen. Nee, ik ben weer van terug. De 6-jarige. Ik ben weer terug bij af. Ja, dat snap ik. Nu al. Vaak ga je terug naar kind zijn, naar je 70ste. Ja. Je kan maar op tijd zijn. Ik ben nu al terug. Hé, maar we gingen op een verjaardag toch ook nog wel wat andere dingen doen dan dit? Stoelendansen. Ja, wat doe je normaal op een verjaardag? Nou, in een kring zitten en dan anekdotes vertellen over vroeger. Anekdotes. Dat is misschien leuk. Over verjaardag of over het algemeen? Verjaardag. Beginnen met jou, Jacqueline. Jouw laatste verjaardag. Laatste verjaardag. Pizza op de grond. Oh ja, dat was toen woonde je in Heemstede een paar maanden. Ja. Pizza op de grond. Pizza op de grond bij gebrek aan tafels. Was echt top. Super lekkere wijnen, champagne erbij, vriendinnen. Jullie samen al? Ja? Ja, natuurlijk. Want je kent elkaar nu? Een jaar. 80 jaar. Dat echt zo lang. Mooi gebit heeft Jacqueline ook. Was je dat ook al opgevallen? Gebit. Beugel. Ja, maar het heeft ook zo wit, die tanden. Ja. En mooie ogen. Hè? Ah, grote ogen. Moet je even naar de camera. Wil je even prudent smile? Nee, kijk maar het filmpje bij Ismael, Are You Now? Oeh, ja, maar dan lach je niet. Ik lach soms wel, toch? Okay. Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet. Ja maar ja. Okay. Dag Patrick. Nee, verjaardagsanekdotes. Jij gaat nu weer op een vraag. Ismael. Gaat het? Ik moet toch denken aan mijn 40ste verjaardag. Dat is 1,5 jaar geleden. Toen zat ik in een bus de hele dag. Oh, waar dan? Voor Back to the Future. Location, movie location. Oh ja, ja. En ik voelde me heel erg sneu. En ik dacht heel erg de hele dag eigenlijk van... waarom wilde ik dit zo graag? Ja. Want ik zat dus allemaal mensen die verkleed waren als Marty en als Doc. Nee. En allemaal van die schreeuwerige types. Die dan op movie locations, wat gewoon echte huizen waren. Waar echte mensen wonen in de straat. Helemaal... raar gingen doen. En ik had echt zoiets van, jeetje, ben ik 40 en dan loop ik hier tussen. Waar ben ik aan begonnen? Dus dat was mijn associatie. Is dat nu een jaar terug? Ja, 1,5. 41. Oh, dan ben ik de oudste hier. Jouw verjaardag is ook leuk. Heel leuk, aan jou dat je echt wel de meest volwassen bent. Ja, hè? Hey. IJsje gegeten in de sneeuw. In de sneeuw, in de regen. In de regen. Oh ja, op jouw verjaardag. Ja. Dat was fenomenaal. We zouden eigenlijk gaan wokken. Ja, ik moet even niezen. Ha? Ja, we zouden gaan wokken met 12 man. En we eindigden... met 4 man. Met een salade van 6 euro in een of andere... En die man wilde hem ook nog bedonderen. Ja. Nou, maar dat ijsje was heel lekker, want het is een hele goede ijsstand. Dat was een top ijsstand. Hebben we daar een foto van gezien? Volgens mij wel. Ja. In de regen, toen zijn we naar met huis een gegaan. Met een muts op. Met de muts op. Dag Patrick, dag Paul. Met Anne Simi uit Berlijn. Heeft onder andere de protestmars tegen Monsanto in Berlijn opgezet. Oké. Zijn we de Global Awakening Tour aan het organiseren. We hebben geen politieke agenda en willen op een speelse wijze met muziek en sprekers het bewustzijn verruimen. Voor Nederland zat ik te denken om maar meteen bij jullie aan de bel te trekken, omdat jullie al weten wie de beste zijn voor deelname hieraan. Verder komt mijn boek Global Awakening, The Next Step in Human Evolution, binnenkort uit. Nou wil ik daar graag een interview over geven, maar het kan alleen in het Nederlands, omdat Engels... online programma De Wereldprimeur zal plaatsvinden. Ik zal de PDF onder de mail hangen. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Is het niet nu, dan wel in een ander leven. Al heb ik mezelf voorgenomen om niet meer naar de aarde terug te komen. Als dat eventueel kan. Nee. Ik haak af. Nee, wat leuk is het. Groetjes, Henk. Doe die laatste zin nog eens. Die is fantastisch.
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten. Is het niet nu, dan wel in een ander leven. Al heb ik mezelf voorgenomen om niet meer naar de aarde terug te keren. Oh, wacht. Dit is een heel boekje over Global Awakening. Oh, nee, nu wil ik hem toch wel een keer spreken. Ja, maar dat is wel interessant. Ja. Dit is de wortel waar we allemaal achteraan lopen. Nee, dat is geen wortel. Nou ja, het is alleen dat paprika, is geen wortel. Het is een mini paprika. Het is ziet zo leuk. Eruit als een wortel. Nee, maar het is een paprika. Oh, lekker. Snoepgroentes. Die zijn ook veel gezelliger. Die zijn fijn. Ja. Hoeveel minuten zitten we, Paul? Ik ga eens kijken. Oh, kijk maar even. 25. Toch anders dan met z'n tweeën. Ik zie het, een hele houding van Patrick, kan ik het zien inderdaad. Van, en hoe nu verder? Ja. Ik was al zo kwetsbaar. Misschien moeten wij even een rondje gaan lopen dan. Nee, blijf. Voor mij komt het niet vandaag. Dus is het goed. Oh, Ramon. Van Charlie Lonois. Oh ja, waarom zie ik deze berichten allemaal niet? Die gaan allemaal gelijk naar die map, denk ik. Nou, Ramon heb ik al gesproken. Die heeft dat Haagse accent. Vind ik echt zo grappig. Die was bij de Mindfuck, man. Hé, maar even. Ik wil toch nog even ergens anders over praten. Oké. Ik ben toch een beetje op zoek naar andere vragen. Ja, wij ook. Zo, maar ik denk namelijk... Nee, maar even als je met iemand in gesprek gaat. Ik bedoel, straks zaten wij hier ook voordat het aanging met elkaar te praten over allemaal dingen. Dan heb je best wel vragen aan elkaar of die je je afvraagt, dingen die je afvraagt. Die gewoon heel relevant en interessant zijn om met elkaar te bespreken. En ik krijg een beetje het gevoel dat het nu een beetje een soort van... Hey, ja, dank je wel. Of, en hoe zit het dan met Hitler? En dat er eigenlijk niks meer tussenin zit. Klopt. Dat vind ik jammer. Dus ik wil eigenlijk wel alle luisteraars oproepen om... kom eens met een vraag. Waardoor wij ook nog een keer... Goed dat hoe kunnen komen. Andere luisteraars... Oh nee, daar ging ik niet over natuurlijk. Maar ik zit wel in de hoek nu. Maar het is een verjaardag. Ja. Ook, ja? Maar dan heb je het eigenlijk over koetjes en kalfjes. Toch? Ja, misschien... denk je? Ja, weet ik niet. Maar ik kom meestal... Is van, en hoe gaat het op het werk? Ja, goed. Ja, ja. Ja, nee, maar dat is wel zo. Ja, dat is bij mij, hoe is het bij het UWV? Ja, rustig. Ja, rustig, gezellig. Ik krijg koffie. En dan, waar moet je daar dan naartoe? Niet? Nee? Digitaal, hè? Oh, kan ik bij jou nog even solliciteren? Zeker. Ismael Lots Filmproducties? De filmmakerij. Oké, ja. Heb je binnenkort een brief in de bus? Helemaal goed. Assistent cameravrouw. Oh, Jacqueline gaat ons verlaten, toch niet? Wat ga je doen? Je zakt je panty af. Oh ja, Jacqueline, pas op, dan kunnen we het half van strippen. Ja, je moet er wel goed uitzien natuurlijk. Jij stuurt mij dit wel helemaal integraal, zeker, hè? Zeker, Patrick. Top. Want ik vind die slingers wel heel leuk. Er moet niks geknipt worden. Oh, mijn lampje. Jezus. Oh, dat ook nog. En toen werd het nacht. Oeh. Nu gaan hoeveel we spook minuten verhalen. Zitten we, Patrick? Ja, je wil ophouden, hè? Nou ja, ik weet niet. 27 minuten. Zullen we deze nog wel boven de 7 gaan tellen? Mensen vinden dit relaxerend. Want je weet namelijk nooit, verteld wordt er over 10 minuutjes heel intelligent gezegd. Dat is waar. Jacqueline heeft een paar intelligente dingen gezegd. Dat is ook zo. Een paar leuke anekdotes. Ja, wat, kijk of ik nog iets leuks omhoog kan toveren. Auto, snelweg. Even associëren. Huis. Oh ja, ik heb Albert.nl besteld. Wat? Albert.nl. Oh, doe je dat ook wel eens? Albert Heijn, kom ze thuis verzorgen. Ja, superfijn. Ja, superfijn. Oh. Ja, je zit zo boven de 100 euro. Dan heb je nog niks. Ja, nee, snap ik. Daarom dat is ook als je niet bij Albert bestelt, maar gewoon in de Albert Heijn loopt. Ook? Ja, toch? Ja. Dure winkelman. Ja, joh. Ja. Maar fijn. Ja, fijn? Dat is het podcast gesponsord door Albert Heijn? Nee, maar ik vind wel het gewoon duur. Fijn. Ja, ik vind het gewoon fijn, maar wel duur. Ja, ik vind de Jumbo, zag ik, die hebben een picker point. Dat ga ik de volgende keer doen. Dan bestel je boodschappen. Ja. Hoef je dan maar je code in te doen, dan krijg je het meteen. Het ophalen. Ook. Is één handeling meer, maar... Ja, want ik vind jou niet echt het type dat denkt zo... En nu ga ik de supermarkt in. Hey, ben ik gisteravond nog geweest. Ja, ik denk dat je echt bij de groenteafdeling al af... Dan ben je al... Ik heb, zolang ik maar gewoon alle gangetjes kan gaan... dat ik niet op het laatst in de paniek kom... dat ik denk, maar wacht eens even, nu kan ik niet meer... en dan zo terug. Ja. Dus ik moet, als het klopt, zo... en ik kan gewoon zo bij de kassa uitkomen, top. Ja. Maar niet dat ik ineens ergens vastloop met mijn en de zaterdagavond 7:45... toptijd om boodschappen te gaan doen. Ja, eigenlijk alleen maar rustig. Vakvullers. Ja. Okay. Dus dat was nog een leuke bijdrage misschien. Ja. Voor de mens. Maar maak je nog wel genoeg spannende dingen mee om deze podcast bruisend spannend. Ik masturbeer weer. Oh. Dat is inderdaad, want dat moet toch even niet per se benoemd worden, maar... Het is toch wel weer een vooruitgang. En voor de rest...
Ja. Mijn banden van mijn fiets opgepompt. Jezus. Waar is het niveau gebleven? Nou, dit is dus het gemiddeld gesprek van een... Ja, op mijn verjaardag, ja. En heb je je zoon? Hi. Kom erbij. Kwamen jullie nog wat eten halen? Gingen jullie nog douchen of je zo? Je redt de podcast. En wat heb je op je wang? Oh nee, het lijkt me zo. Is hij in shot nu? Kom eens wat dichterbij. Ik denk niet dat hij in shot is. Oh, daar is hij. Kijk, hij is zo verpaald. Dat is toch leuk om een keer te zien, man. Is dit goede tijden, slechte tijden, dit? Ja. Heb je je vader al... Kijk eens naar zijn trui. Gefeliciteerd. Kom eens wat dichterbij. Ik had deze trui voor mezelf gekocht. Ja, die heb je al aangehad ook. Gewoon voor hem besteld, hè? Je bent een held. Ja. Hey, ga je nog wat eten met Stefan? Of we spelen heel de dag Ark. Ark. En dan het is dat ik af en toe roomsushis breng, maar anders dan... Nee, het is echt... Ze eten gewoon niks. Nee. Ga eens even... Doe mij een lol. Doe allebei even een banaan in ieder geval. Dan heb je niet van vitamine binnen. Jawel. Hey. Eén banaan, daarna mag je weer gek doen. Is niet belangrijk. Ja. Bananen zijn smerig, zie je nou wel. Goeie titel voor de podcast ook. Bananen zijn smerig, ja. Dankjewel, Damon. Ja, we slaan dood, hè. Zelfs je zoon weet hem niet meer te redden. Nee, ik vind hem al boven een 7, zeker weten. Ja, ik vind het wel interessant waarom het doodslaat. Ja, die lamp. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar dat vind ik wel. Ik ben nodig voor dat shot. Ik ben niet in vorm. En... Tja. Ja, je bent wat matter dan normaal, hè? Nee, ja. Ik wil niet de schuld bij jou Ik zit in een kritieke fase van mijn leven. Ja. Ja. Wat is er dan zo kritiek aan deze fase in je leven? Transformatieproces. Ook een goede titel. Daar zit ik een beetje in. Dat ik inderdaad, ik hoor al jarenlang dat mensen zeggen van, je bent wel een beetje op jezelf gericht, egoïstisch en zo. Maar er komt een moment dat je dat zelf ook gaat beseffen. Dat je eigenlijk best al heel lang... Ja, toch wel mensen op een afstand houdt. En ja, je nooit... Mag die deur dicht? Mag de deur dicht. Dankjewel. Nou, weet je, dat soort dingen. Ja, Nee, even terug. Nee, ja, komt dat. Komt een moment dat je erachter komt. Dat wel eens waar zou kunnen zijn. Met alle wat heel veel mensen door de jaren heen tegen je gezegd hebben. Dat je toch best wel egoïstisch bezig bent. Of wat of narcistisch. Ja, en dan? Nou ja, dat doet wel iets. Want dan wil... Dan net alsof dat masker zich dan herkend voelt. Mm-hmm. En dat dan ineens denkt van, oh shit. Nu lopen we tegen de lamp. Nu hebben ze ons door of zo. En dan kan je niet anders dan dat masker wegvalt. En dan komt de kwetsbaarheid weer naar voren. En ik denk dat ik daar een beetje in zit. Ons, zeg je ook, Patrick. Ons. Ons? Ja, de twee. Het masker en jij. Hebben ze ons door, ja. Ja, zo voelt het ook al een beetje. Toch lijkt dat ego toch je beste vriend ook door de jaren heen. Ik bedoel, die zelfbedachte zelf, zullen we maar zeggen, die dient toch een doel, anders was hij er niet. Die dient inderdaad als een soort poortwachter, ook een mooie podcasttitel, om de mensen voor de poort op een afstandje te houden. Weet je, ik zit lekker veilig in de burcht. Hoe noem je dat vroeger? Wat over het water lag. Haalbrug. De ophaalbrug is dicht. Er staat nog een poortwachter voor, zo met zo'n staf in zijn handen. Zo. En dat is dan, zo zie ik het, ego. Die houdt lekker iedereen, alles en iedereen op afstand. En Patrick zit lekker veilig binnen bij de open haard, zo om zich heen te kijken. Zo. En de poortwachter regelt het wel. Ja, op het moment dat natuurlijk die poort weer openklapt door de storm of wat dan ook. En die poortwachter die denkt ook van, ik heb mijn beste tijd gehad. Ja, dan komt alles en iedereen natuurlijk weer binnen in de burcht. Maar is het dan niet zo dat je eigenlijk, als ik dit hoor, al die tijd heel veel erover gepraat hebt, maar nooit echt gevoeld hebt? Dat zou kunnen. En dat nu wel gebeurt? Ja, dat zou kunnen. Maar weet je, er is geen ego of hoe je het dan ook zelf benoemt. Dat klopt. En hoe jij dat zegt. Ja, en ik denk ook in de podcast de hele tijd erover praten. Dat is ook een verdedigingsmechanisme. Het ego wat zegt van, hé, maar ik besta helemaal niet. Dus een ego wat zegt van, nee hoor. Dus ik bescherm niemand of niks. En zoiets. Ja, denk daarmee bestaat hij nog, omdat hij het zegt. Ja. Ja, maar dat is in de psychologie natuurlijk de dissociatie. Hè? Gewoon alles maar op afstand halen door te ontkennen. En dat is een onderliteit. Daar is een heel makkelijk proefje voor. Maar ja, hou je nooit heel lang vol. Nou, toch al een jaar of... Ach, nee, ik wil ook niet zeggen. Er zijn meerdere van dit soort momenten geweest. Ja. Maar nu is het, daar hebben we al eens eerder over gehad. Op een gegeven moment is de dijk niet meer te dichten of zo. Mm. Weet je wel? Vroeger kon je nog hier een vinger erin doen en daar en dit en zo. En dan inderdaad nog een websiteje en nog meer op de radio. En nog meer
En met je naam in de krant. En dan hield je de dijk wel weer dicht of zo. Maar ja, op een gegeven moment, als je dat allemaal, als je daar ook allemaal mee ophoudt. Met die verdedigingswal omhoog te bouwen. Ja, dan zakt die af. En dan komt de ware kwetsbare jij weer naar voren. Ja, dat. Ik denk dat dat wel een beetje aan de hand is. Eerlijk toch? Ja, ik vind het heel eerlijk. En hoe ervaar je er nu dat je geen DJ meer bent bij een landelijk station? Ja, dat voelt. Is dat anders? Dat voelt wel relaxed, want daardoor kan. Ik was op het laatste stuk ook meer een typetje op de radio, hè? Mm-hmm. Dat zeggen mensen ook. Ik had met zeggen, luister maar eens een podcast die bij Veronica is opgenomen. Of dat je gewoon zo met Paul op de bank zit. Het is een wereld van verschil. Ja, ja, dan kroop ik echt in die rol van. Hey, dat vond ik ook wel weer geinig, maar het is wel anders. Ja, hè? Je zet iets aan dan, maar dat hoort ook bij dat beroep. Ja. En in zo'n studio roept dat dan zeker op. Ja. Dat dan gewoon zo te doen. Maar misschien, ik denk ook wel dat het dan een beetje gebeurt. Dat je dus de DJ wordt. En eigenlijk niet meer altijd zo goed weet wat je zelf zou zeggen of doen. Omdat je ook leert van, dit werkt op de radio. Dus ik ga het herhalen. En dan wordt het, dat doe je zo vaak, dat het bijna een soort van onderdeel van je wordt. Terwijl het misschien heel vreemd voelt. En dat hoef je nu natuurlijk niet meer te doen. Ja, je hebt niks meer op te houden. Ja. Maar is dat niet zo relaxed dat je ook inderdaad niet meer naar de buitenwereld dan continu van, oh, dit ben ik, dit heb ik gepost. Hè, het is nogal een rat race, vind ik. En iedereen doet er mee, natuurlijk. Ik ook. Ja. Maar iedereen gooit op zijn social media, oeh, daar ben ik, hallo. Likes. En het is best wel vermoeiend ook. Ja. Maar het heeft ook wel iets heel leuks, want daardoor krijg je ook wel weer nieuwe inzichten, nieuwe prikkels voor creativiteit en connecties en zo, denk ik. Maar het is ook wel vermoeiend om altijd mee te doen. En je zou het ook gewoon nu... Maar wat lekker is aan jouw situatie, Patrick, is dat je nu gewoon losgelaten... Je hebt dat niet meer... Je hebt het niet meer omhoog te houden, dat imago. En om dan gewoon te doen wat jij heel goed doet. Namelijk gesprekken voeren, interviews. Dat doe je ook al jaren naast je baan toen. Maar om daarin te floreren en daarin verder te zoeken. Ja, nee, ik kan dan eigenlijk weer een beetje mezelf zijn. Zo zeg ik het ook echt letterlijk. Dus dat, maar goed, ik bedoel, ik heb daar geen spijt van. Ik heb daar ook goed geld mee verdiend. En het is inderdaad gewoon een soort clownspak wat je aantrekt. Maar heeft bijvoorbeeld de Guido Weijers dat niet ook, zit ik me af te vragen. Die is toch op het podium ook, wauw. En dan thuis is hij toch ook veel rustiger en minder grappig. En ik denk dat voor dat iedere artiest... inclusief mezelf, die op het podium staat, gaat zijn eigen karaktereigenschappen vergroten. En dat deed je op de radio ook. Hè? Ja. Dus het is niet dat je heel ver van jezelf afstaat. Maar het is wel een uitvergroting. Dus het is met meer energie, iets meer de extreme daarin opzoeken. Ja. Je zit duidelijk iets aan. Ja, absoluut. Ja. Maar als ik op deze laid-back-high, zoals we nu praten, op het podium ga staan... Wordt waarschijnlijk niet heel hilarisch. Dus je gaat toch een beetje... Nou, weet je wel? Ja, dat is en dan voor jou. En dan juichen. Want dan was ik met jou aan het praten in de radiostudio. En dan moest je het aankondigen. En dan knopje in. En dan... Zo, jij nog komt een dat vond ik heel grappig. Kom de energie, ja. Ja. Mag ik één vraag stellen? Hoe komt het? Wij hebben allemaal met kabel. Ja. Jij niet? Nee, ik heb... dus de laatste microfoon, de nummer 4 die ik heb. Maar die is... Klinkt hij beter of zo? Ik vind hem wel zo eerlijk gewoon. Oh nee, die is zwaarder, kom maar. Hij is zwaarder, moet je eens voelen, hij is zwaarder. Ja. Ja. Oh, om vast te... Ik denk dat je dat bedoelde meer bas of zo. Hallo, 3 kanalen nu. Ja. Oké, we gaan langzaam afronden. De verjaardagspodcast. We zitten nu op 38 minuten, nog 5 minuutjes. Oh. De versnelde ronde. Ja. Oké, hoe lang moeten we nog doorgaan met de podcast, Jacqueline? Wat vind jij? Ja. Zolang jullie het voelen. En er natuurlijk heel veel leuke vragen komen. Ja. Ja? Ik vind het belangrijk van de podcast. Niet alleen dat je iets hebt om naar te luisteren. Ja. Want dan kan ik ook gewoon de cd van NSYNC aanzetten. Ja. Om iets te noemen. Maar het dat je dus elke keer nog iets nieuws hoort. En dat is wat ik dan merk. Ik luister natuurlijk al heel lang. Ja. En los van dat ik jullie ken, denk ik... Ja, maar dit is een beetje hetzelfde verhaal als wat 3 jaar geleden. En het lijkt me nu zo leuk als ik weer eens verrast word... Ja. Doordat er gepraat wordt over iets waardoor ik zelf denk van... Oh god, zo heb ik ook nog nooit naar gekeken. Wat vind ik daar eigenlijk van? Want dat is ook een beetje wat het leven kleurt, hoor. Ja. Dat je dat soort gesprekken hebt. Paul, we moeten de vragenformulier misschien wat meer prominent op de voorpagina zetten. Ga ik doen. En ik zal ook wat... Ja, wij hebben ook, denk ik... We hebben al zoveel besproken, bekeken, belicht... Ja. Ja, voor jullie is het...
Ik vind het nog steeds gewoon leuk om met Patrick te babbelen, maar ik heb niet meer ook dat vuur van, oh, dit moet de hele wereld weten, dat wat ik vroeger had. Zo gaat het ook met verjaardag, er gaat een schaaltje rond. Ik ga je rondgeven, nee, ik hoef niet, dank je, maar ik kom terug. Nee. Nee, dank je wel. Ja, dat is heel leuk. Ja, maar vind je dat moet stoppen, Patrick? Met de podcast? Ja? Nee. Ho. Maar, ja, we kunnen wel wat adviezen gebruiken. Ja. Adviezen? We hebben eigenlijk een soort coach nodig die ons iedereen... Podcastcoach. Ja, maar je kan hem heel makkelijk wat ermee doen. Ik bedoel, in het begin deden jullie dat wel heel erg. Van, we hebben vragen, we hebben quotes, we hebben... Ja. Wat heb je meegemaakt? Ja, iets meer format. Het zou wel goed zijn als iets meer format heeft, want dan is het duidelijk. We zijn daar lui geworden. Mensen luisteren toch wel... Nou ja, Dat denken wij. Nee, maar dat denken wij, maar misschien denk ik... Beetje meer voorbereiding. Ja. Als ik die vragen vroeger kreeg, bijvoorbeeld ook een blaad. Ik heb hier de vraag op papier. Oh. Ik heb het niet over. Ik heb nu netjes... Voor mij wel. Ja, nee, dit is oneerlijk. Jij hebt toen gezegd, nee, ik krijg ze nu allemaal zelf binnen. Laten we dat toch weer invoeren, dat was fijn. Op papier, hè? Dan heb ik hier een stapeltje met quotes, vragen. Nee, wat je heel goed moet onthouden, tijd is zeg maar het enige wat je niet meer kan kopen als het verloopt. Ja. En waaraan besteed je je tijd? En op het moment dat er weinig format meer in zit en dat je heel weinig nieuws krijgt, waarom zou ik dan mijn tijd besteden of verdoen? Gewoon omdat jij aan jullie ontspanning ontzettend interessant vindt, ongeacht wat we zeggen, echte liefde. Nee, maar niet mag altijd. Er mag wel weer wat meer inhoud. Ja, dat ben ik wel met Jacqueline eens. Of een leuk liedje af en toe. Ja. Ik val nog steeds altijd lekker in slaap met jullie. Je luistert het nooit af. Nee. Dan de volgende na vijf minuten. Volgens mij maakt de inhoud dus de eerste minder. De eerste vijf minuten zijn belangrijkst inhoudelijk. En daarna mogen jullie... Doe de eerste vijf minuten quotes van Erik van Zuidam. En dan gaan we daarna... Ja. Nee, want wat ik vroeger bijvoorbeeld ook deed ter voorbereiding. Dan had ik gewoon een notitieblokje. En dan heb ik opgeschreven, vertel even over die IKEA waar je bent geweest. Ja. Weet je? Vertel even dit. Vertel nog even over dat fantastische die documentaire die je gezien hebt. Inderdaad. Maar het is heel leuk als het echt is, hè? En als het spontaan is. Het moet niet geregisseerd worden, want dat is juist de charme van wat jullie doen. Maar je kan wel het een beetje... Nou ja, dat structuur. Format van de... Op een gegeven moment zat er ook audio... Dat mensen audio fragmentjes sturen via WhatsApp. Dat was vind ook ik ook leuk. Een leuk onderdeel. Moet er ook mensen, in. Dat mensen naar een app... We gaan meer voorbereidingen stoppen. Recording. Je hebt gelijk dat ook. Dat kan niet langer zo. En dan mag ik dan nog een tip geven? Ja. Ik geef altijd ongevraagd advies. Ja. De nieuwsbrief moet echt even een ander formatje. Wat dan? Ga ik wel even voor je doen. Maar niet HTML? Nee, juist niet. Veel makkelijker. Wat dan? Dat hij ook lekker wegleest op gewoon een Mailchimp of zo. Ik maak het wel even voor je. Maar dan moet je echt doen. Want ik krijg er echt jeuk van. Ja? Ja. Maar hij wordt nog best goed belezen. Nee, maar ik geloof ook dat hij inhoudelijk wel goed is. Maar een ander vorm. Hij blijft een beetje achter. Normaal moet je één call to action hebben op een website of een nieuwsbrief. En laatst had je ook... De 50 projecten van Paul en Patrick. Vind ik super tof. Ja, waarom? Maar mensen, volgens mij is lichtelijke informatie over. Nee, maar dan had ik nu... Ja. Heb ik ook een link. Nu hebben we zeg maar non-dualisme.nl. Naar die nieuwsbrief. Oké. Ik ben van de makkelijke, hè? Hoeveel domeinnamen hebben we nu? Nou, alle. Ik heb wel waarheid.com, Adwaite, alles nu naar non-dualiteit.nu. Oh, top. Jij nog iets? Nee. Okay. Bedankt. Nee, sorry. Nee. Nee, we sluiten de verjaardagspodcast. Ik zat naar je lul te kijken. Ja. Nou ja. Dat is ook raar. Dat is raar. Dat is raar. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is raar. Oké, vragen. Nee, dit vind ik belangrijk dat we ook even nog onze andere dingen noemen. Als je vragen wil stellen, kan ook via nondualiteit@ziggo.nl. Ziggo.nl. @ziggo? Ja. Nondualiteit@ziggo.nl. Nee. Mijn communicatie dit is zo pijnlijk. Waarom mag dat niet? Nee, wij willen niet officiële e-mailadressen. Nee. We doen het lekker op z'n pk's. Nu nog. Je kan ons ook vinden op Facebook. Dan surf je naar ikzucht.nl. Kom je op onze Facebookpagina. En wat hebben we nog meer? pks.nl. Praat over bewustzijn.nl. TV. Normaliteit TV. In de podcast app dus. Kun je abonneren. Ja. Tune in. Kun je ons ook vinden. Te veel. Om op te noemen. Het is te veel. Google ons paar is. Maar verwacht niet te veel. Toch? Ik ga op stop drukken. Oké. Was gezellig. Hoe laat komen de warme hapjes? Gaan we bestellen. Ik mocht geen draaiboeken meer doen van je. Dus die hebben geen tijd. Laten we dat ook niet doen. Want ik zit al vol. Ik druk op stop, hè? Ja hoor. Hey, leuk jullie, zijn, dat jullie te gast waren. Ja, dank je. Dag. Doei. Toch nog 41 minuten. Knap hoor.
signaal. Nou, op een gegeven moment kwam het toch nog wel... Diepgang in. Ja, dankzij jullie twee, hoor. Het is toch anders met een camera, want dat hebben we als eerste. Ja, joh. Ja, je wordt zelf bewust, ja. Nee, maar het is en lastig al met twee andere energieën en ook nog met de camera. Ja. Maar ik vind het goed dat het geprobeerd is. Nee. Ik geloof het nog, het is een soort aftershow. Oh. Op de camera. En we hebben dus nog één ballon. Nou, zal ik hem uitzetten dan, mensen? Doe niks weggooien, hè? Daar, ik gooi niks weg. Nee. Het is allemaal goud, zeg jij al verloren. Ja.